Ja, mijn naam is Lieve van Kal, ik ben daar bestuurslid van het waterschap. En ik heb het genoegen de portefeuillehouder te zijn die verantwoordelijk mag zijn voor deze dijkverbetering. En die vinden we buitengewoon belangrijk. Niet alleen om wat in 53 is gebeurd, maar wat in de toekomst kan gebeuren. Wij gaan namens het adviesbureau Touw, het waterschap, het komende jaar helpen bij het ontwikkelen van verschillende oplossingen voor de dijkversterking. Op weg naar een ontwerp waar wij zoveel mogelijk mensen zich kunnen vinden. Daarbij betrekken we ook initiatieven vanuit het gebied, dus verschillende projecten die de mensen zelf misschien willen aandragen. Met verschillende groepen belanghebbenden, dus dat zijn bewoners, bestuurders, bijvoorbeeld ook sportvisserij, allerlei verschillende groepen uit de omgeving. Uitdaging is, het is best een ingewikkelde vraag, zo'n dijkversterking, over technisch en heel veel verschillende partijen die een rol spelen. En daarnaast zijn er een paar dingen die spelen, vraagstukken noem het maar. Eentje is dynamische keermiddelen, de inzet daarvan. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat een deel van de dijkversterkingsopgave anders wordt ingevuld. Dus dat gaan we de komend jaar ook zien. En een ander is een dijkverlegging bijvoorbeeld in de slikpolder als een alternatief daarvoor. Wat we ook gaan uitzoeken met verschillende belanghebbenden. Dat pakken we op, hebben we zin in. De vraag is dus eigenlijk van als het uit de rivier komt, het hoogwater, of uit het achterland, had het dan een dak kunnen worden aan een kering langs de rivier? Ja, het water kan uit verschillende hoeken komen en we hebben elke verschillende kans van voorkomen. Naar al die mogelijkheden wordt gekeken. En de eisen stellen voor een situatie die gemiddeld eens in de 2000 jaar voorkomt, dan moet de dijk voldoen. En dat kan ook water vanaf de rivier zijn. Dus we hebben ook wat verkennende analyses uitgevoerd naar keersluizen. Dat gaan we nog verder onderzoeken, maar dat is wel degelijk een oplossing die in beeld is. Nou, deze informatieavond is nu ten einde. Het was een heel leuk informatieve avond, vond ik. Het was mooi dat de mensen ook konden vertellen wat hun op het hart hadden over veiligheid en over hoe de dijk in elkaar zat en de kansen en ook de bedreigingen. Dus daar was ik heel blij mee dat mensen de vrijheid voelden om dat te kunnen zeggen. Ja, we gaan ermee aan de slag. We gaan de meekoppelkansen hebben we opgeschreven. We gaan de mensen benaderen. En zo gaan we zorgen dat we samen een goede dijkversterking neerzetten.